De vraag is even, wie heb ik nu aan de telefoon? Goedenavond Willem, met Jaap Vlijm, Amsterdam. Jaap Vlijm uit Amsterdam. Inderdaad. Ik mag Jaap zeggen? Dat mag hoor. Oh, wat prettig. Dan mag jij Willem zeggen. Dat vind ik heel fijn. Dat schept een sfeertje. Je lijkt een beetje nerveus, klopt dat? Ikke? Nee hoor. Oh. Jij wel? Nee hoor, ik zit hier prima. Jij zit prima. Ja. Nou, daar ben ik blij om. Jij kent het spel? Flipperen? Nou ja, ik hoop het voor jou en voor mij. Ja, voor jou zeker, want er zijn prachtige prijzen te verdienen. En dat laat ik je nu even zien, Jaap. Daar komen ze. Je krijgt een prachtige mand met wasknijpers van 0 tot 20.000 punten, inclusief montage van de waslijn. Dus dat is wel heel erg aardig. Daarnaast een prachtige toiletset van 20 tot 40.000 punten. Fantastisch mooi. Daar kan je echt wat mee doen. Meer dan 40.000 punten, daar zijn ze weer. De NCRV-bananen, jawel. Nee, dat begrijp ik. Dat doen we ook even. En boven die 60.000 punten, maar dat is de regie voor de zoveelste keer vergeten, dan die mooie flipperkast. Prima. En dan zou je meer dan 77.350 punten moeten hebben gehaald. Maar dat gaat gebeuren. Ik zal het denken. Zal jij even drie keer... Als mijn vader en moeder s'avonds slapen, ga ik altijd even naar ze toe. Gewoon om te kijken of ze nog dromen. Ik wil zo graag weten wat en hoe. Ze hebben het moeilijk, hebben steeds ruzie. En ze zijn ook altijd moe. Moe van het leven. En moe van elkaar. Daarom blijf ik nog maar even. Geef mama een zoen en een pap over zijn haar. Zit soms mijn moeder in de keuken met tranen op haar wang. Dan sluip ik naar boven tot ik moet eten. Soms duurt dat heel erg lang. En dan aan tafel zonder mijn vader. Dan zijn we samen bang, bang voor de morgen en bang voor elkaar. Ik zal wel voor je zorgen, man, urenlang bij ze dan over mijn haar. Jullie weer van elkaar houden. Sure.
kijk niet langs streng.